Robert, we mogen eindelijk. Ja, heerlijk. De voorbereiding zit erop. Hoe kijk je terug op die voorbereiding? Nou, erg positief. En met name de manier waarop spelers zich gepresenteerd hebben. Met name op trainingsveld, maar ook in wedstrijden. Ja, daar ben ik gewoon hartstikke tevreden over. En daar kunnen we prima mee verder. Welke elementen uit die wedstrijden heb je gezien waarvan je denkt, hier kunnen we prima de competitie mee in? Nou, meer de progressie die we in wedstrijden laten zien. En soms dan, als we wat aanstippen, bijvoorbeeld iets meer geduld in de opbouwfase. Dan tegelijkertijd zien we na die wedstrijd zoiets van, nou, misschien al te veel geduld. En iets meer vooruit vrijlopen en vooruit pasen. Dus daar proberen we iedere keer weer een extra baksteen in de muur te leggen. Zodat dat een beetje een knap muurtje wordt om overheen te springen. Maar goed, je coaching zie je terug in je team. En dat is wel heel prettig. Over dat muurtje gesproken, in hoeverre is die nu al opgebouwd en zijn we klaar voor de competitiestart? Nou, dat moet gewoon blijken. Laten we 5 wedstrijden later nog een keer afspreken en je weet veel beter waar je staat. Helmond had een drukke zomer, heeft veel nieuwe spelers gehaald. Wat verwacht je van die ploeg? Nou ja, het is ook een ploeg die natuurlijk, wat je al zegt, veel nieuwe spelers, dus in samenstelling is. Die zullen zich ook, voelen alsof ze nog een weg te gaan hebben. Tegelijkertijd is er een ambitie uitgesproken. Ja, dus ik verwacht wel een team wat wil meten met ons. En er een gelijkwaardige wedstrijd van willen maken. Of zelfs hier komen voor de 3 punten. Dus dan, we bereiden ons op gewoon een prima team voor. En we hopen dat we, doordat zij nog in opbouw zijn, daarvan te kunnen profiteren in ons stadion met het publiek aan onze zijde. Kijk het naar onszelf. Wat wil je morgen zien van onze ploeg? Nou, net weer even wat beter als tegen Excelsior Vertongen, waarin we wel het geduld houden, maar toch iets meer aandringen om voor de goal te komen. En als we daar vaker komen, dan zullen we in verhoudingsgewijs ook vaker gaan scoren. En daarnaast is ons het aantal doelpunten tegen in de voorbereiding, afgezien van de wedstrijd tegen Feyenoord. Ja, dat staat me uitstekend aan. Dus als we de 0 kunnen houden, dan is dat ook een heel goed bericht. Morgen wacht je eigenlijk jouw tweede avondje NAC, maar jouw eerste als hoofdtrainer. Heb je er zin in? Ja, absoluut. Ik vond het de vorige keer al naar meer smaken en daar word ik op getrakteerd. Heel veel plezier morgen. Geniet er ook van. Ja, dankjewel. Dat zal ik doen. Odi, we mogen weer. Ja, eindelijk. Na lange voorbereiding, eerste wedstrijd. Hoe was voor jou de voorbereiding? Goed. Ik heb denk ik alle wedstrijden gespeeld. Veel minuten gemaakt. Ik ben aardig fit. En ik hoop dat we morgen gelijk het signaal kunnen afgeven dat we er klaar voor zijn om de 3 punten pakken. Je hebt ook een aantal wedstrijden met de aanvoerdersband om je arm gespeeld. Hoe was dat voor jou? Ja, wat nieuws. Ik ben tweede aanvoerder. Dus de eerste keer. Ja, ik kan dat wel zien als een compliment. Denk van dit seizoen van de voorbereiding, maar ook van vorig seizoen natuurlijk. En het is in ieder geval een compliment. Verandert dat iets voor jou of over jouw rol in het elftal? Of blijf je gewoon dezelfde Odi? Nou, het zal me eerlijk gezegd niet veranderen. Nee. Maar je neemt misschien wel wat leiderschapskwaliteiten op je of je stuurt misschien wat meer? Nou, ik ben sowieso wel bezig om in het veld een en ander neer te zetten. Met of zonder band. Het is alleen, het is toch wel een bepaalde rol. Ja, dus misschien moet ik daar iets meer mee gaan doen, maar dat komt vanzelf wel. Morgen wacht dan Helmond Sport. Wat verwacht je van die wedstrijd? Ik denk dat wij veel balbezit zullen hebben. En we hebben een goed plan met z'n allen. Verdedigend, aanvallend. Dus ik hoop dat we het publiek kunnen vermaken met veel goals. Helmond heeft natuurlijk vrijwel nieuwe selecties. Is het dan lastig om daar een analyse op los te laten? We hebben natuurlijk de beelden gekeken. Dus we weten wat ze doen aanvallend en verdedigend. En daarbij een plan op gemaakt. Dus dat moet lukken. En waar is er morgen voor jou een rol weggelegd? Nou, links aan de buitenkant. Net als vorig seizoen waar ik ben gebleven. Dus gewoon veel dreiging naar de goal toe. Acties maken, voorzet, assist, dat soort dingen. Heel veel plezier morgen. Dankjewel.